Zij staat in het rijtje. Robert Dijkgraaf, Geert Mak, Herman Jenk Willink als winnaar van de Comeniusprijs. En die onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de belangen van de internationale samenleving. Maar Jan Segali uit Almere, je kreeg deze prijs in maart uitgereikt vanwege je werk als directeur van de stichting UAF, die hoogopgeleide vluchtelingen helpt met studie en werk. En de jury, die zei, de jury van de Comeniusprijs ja. die zei, je vervult een belangrijke en inspirerende rol in onze samenleving. Hoe zie je dat zelf? Nou, ik vind het inderdaad eervol dat het wel zo wordt gezien. Ik beschouw het zelf als een soort inzet, wat het wel nodig is, noodzakelijk is. maar ook vanzelfsprekend is, omdat ik het ook weet dat nou, de vluchtelingen iets meer te bieden hebben... en dat we het wel de wederkerigheid beter kunnen benadrukken. Uh -huh. uh, maar goed, dat het wel zo inzet wordt gezien... dat geeft me ook een heel fijn gevoel. Oh, ja, Sorry, ja, het was, het, sorry ja, het, ik, jij zag het misschien zelf niet... maar terwijl jij het uh, stukje aan het lezen was, zeg maar, de introductie... zag ik je gewoon echt beginnen te stralen. Ja. Dat was echt mooi om te zien. Ja, het is ook een uh, mooie prestatie. Uh, je, je, je wilt niet zozeer zelf gezien worden... maar je wilt het wel de waarde van het werk die je doet zeker voor de mensen die echt van betekenis kunnen zijn voor de samenleving ergens beter kunnen etaleren. Dus zo'n prijs geeft het wel zeker en, en gewicht, wat ik er heel erg belangrijk vind. En als zo'n jury dan zegt, je hebt een inspirerende rol, hè? merk ja. je dat zelf wel eens? Ik hoor het heel vaak. Ik vind het ook altijd lastig om het zelf heel inspirerend <laughs> <Ja>, te, <laughs> ja, te benoemen. Maar ik, ik hoor het heel vaak en ik denk dat het wel, wat is het eigenlijk inspiratie? Dat je het wel mensen aan het denken zet en ze het wel voldoende aanleiding geeft om het toch Iets te doen uh, wat ze het niet uh, zo dagelijks zou toepassen. En daar zou ik wel zeker zien dat ik het afgelopen jaren heb. Uh, dankzij mijn werk uh, een soort uh, inspiratie kon uh, neerzetten. Waar... Zou je daar een voorbeeld van kunnen geven? Nou, ik heb bijvoorbeeld in 2015. Uh, ben ik echt uh, naar heel veel bedrijven toegegaan. En heb ik ze wel gevraagd van nou, of ze het wel de afstand die zij hebben. tot de doelgroep Vluchtelingen willen verkleinen. door om zelf te investeren in uh, opleiding. En vluchtelingen opleiden voor als ontoekomstige werknemers. De gedachtegang in de eerste instantie was heel erg vreemd. Hebben nou, ze dacht... er nog niet over nagedacht? Nou, nee. Ook omdat ze het uh, niet zozeer goed weten en wisten het hoe ze dat moeten. En je hebt het ook soms één iemand nodig die het wel zegt: Ik ga die uitdaging met je ja, aan. Maar het kan ook een hoop gedoe natuurlijk uh, met zich meebrengen. Dat is dan heel. Ja, ja daar, daar, neen daar neen wordt neen. het wel in eerste instantie aan gedacht. Maar als je het wel denkt: van, Nou, maar wat zijn ook de voordelen? Welke kwaliteiten brengen ze met zich mee? Hoe kunnen we die mensen gewoon wel opleiden waardoor ze het wel van waarde kunnen zijn en hun eigen waardigheid terug kunnen ja, bestand, krijgen? Als ze dat gaan zien, dan gaan. Ja, dat moet je ook gaan ervaren. En om dat te ervaren, daar heb ik het wel een verbindende rol in gespeeld. Uh, en dat was echt een soort concept die ik in mijn gedachten had. Ja. En, uh, en ik, ik zeg het ook altijd: deze inspirerende rol had ik ook niet kunnen vervullen. als ik die ruimte niet had gekregen. Van de organisatie. Van de organisatie, maar ook vanuit inderdaad de werkgevers. die het ook denken van: nou laten we het maar ook anders uh, naar kijken. Nou, want je merkt wel dat die bereidheid er is? Uh, ja, het is wel. Uh, het was heel lastig. Het is nog steeds heel erg lastig. Maar je ziet het wel, en dat zien we steeds meer: dat de bedrijven denken van: nou laten we het maar wat anders denken. Laten we het ook anders doen. Daar zie ik het zeker dat de bedrijven wat meer initiatieven uh, nemen en daarmee ook uh, nou echt snellere stappen zetten. Ja. Absoluut. Ja. Is vooral het eerste contact lastig? Ja, de eerste stap is uh, lastig. Uh, de uh, werkgevers en bedrijven weten ook niet zo goed uh, uh, nou, uh, waar moeten ze toegeroeid zijn, uh, hoe ze het moeten, uh, dan de juiste match uh, kunnen vinden, hoe die be begeleiding kunnen organiseren uh, met de, de Nederlandse taal, werknemersvaardigheden, cetera. En dat is het wel ergens waarin wij heel goed ze kunnen daarin uh, begeleiden. Ja, want de organisatie waar je nu ruim vijf jaar directeur van bent... die uh, begeleidt hoogopgeleide vluchtelingen die naar Nederland uh, komen... bij studie en bij werk. Uh, ja. Juist, ja. Bij, uh, bij studie en daarbij aan uh, zoeken naar een, uh, opleiden, naar een baan die het wel op hun niveau past. En uh, we beginnen met... vanuit uh, We waren al uh, vanuit de oorsprong voor uh, hoogopgeleide van HBO en universiteit. Uh, en inmiddels hebben we ook onze doelgroep uitgebreid met MBO 3 en 4. Dus ook mensen opleiden tot de vakmanschap... Wat het ook Heel erg belangrijk is. En uh, dus, het is, uh, wij leiden ze niet op, maar we begeleiden bij, uh, we ondersteunen ze zowel financieel als uh, ja, en, nou, in bedrijven. Moet het vooral dus uh, het, het opleiden. En dat ja. is het wel iets wat de laatste jaren proberen wij, en zeker met mijn individuele nou, inzet, waar ik wel in, nou, prijs heb, uh, sprekend ja. onder andere heb onder, uh, van gekregen, is van bedrijven kunnen ook zelf investeren in een opleidingstraject en op deze manier kunnen ook mensen wat meer uh, banen perspectief ja, te wat merk je grote verschillen dat ze binnenkomen bij bedrijven dat er grote verschillen zijn bij bedrijven zijn groot verschillen, er zijn ook overeenkomsten. Het belangrijkste is dat vanuit die concept, zoals ik het zeg, als een bedrijf zelf gaat investeren in eigen toekomstige werknemer, dat je wel betrokkenheid en loyaliteit heel stevig organiseert, maar ook de vakkennissen. Als jij weet dat je het wel elektromontouren nodig hebt, dan ga je ze daar eerste instantie goed opleiden en dan de rest komt er ook allemaal ook nog bij en dat is het wel wat ik qua concept zie. Bedrijven, elke bedrijf heeft een eigen identiteit. En je, werkt, je ziet het ook dat de vluchtelingen ervaren uh, van nou, ze moeten heel veel cultuur eigen maken of bedrijfscultuur. Ja. En uh, ze zeggen ook vaak: uh, het is zo lastig, er zijn ongeschreven regels. Ja, daarom zijn ze ook ongeschreven. Dus ja. hoe ga je dat allemaal eigen ja. maken? Ja. Het is natuurlijk zo dat vluchtelingen vaak worden beschouwd als mensen die van buiten komen om dan een beroep te doen op allerlei voorzieningen die hier in Nederland uh, bestaan. Is het nou eigenlijk zo dat uh, zeg maar de stichting waar jij directeur van bent zich toch meer richt op wat een vluchteling onze samenleving? Te bieden kan hebben? Jazeker. Het is uh, a, vluchtelingen hebben veel te bieden en uh, vluchtelingen komen hier niet om het wel uh, dan thuis te zitten, alleen maar veiligheid. Uh, ze willen ook gewoon van betekenis zijn, ze willen ook een betere toekomst, ze willen ook contact echt integreren in de samenleving. Wat is er mooier dan een baan die het ook past qua kennisniveau uh, bij je individuen? Ja, maar dat is natuurlijk nog wel vaak een probleem, hè? want je hoort wel eens verhalen over mensen die dan een prachtig mooie opleiding hebben gehad in het land waar ze vandaan komen, die dan hier toch als, uh, nou ja, als schoonmaker zonder dat. Daar verder iets uh, verkeerds over te zeggen, de kost moeten verdienen. Dat ja. is niet op hun niveau. Nee, maar dat is het wel wat ik ook altijd zeg, want uh, uh, wij zijn geneigd om altijd de snelste route naar het werk te vinden, en dat is niet de slimste. Hm. Want de mensen zijn uh, mensen die niet op hun eigen niveau aan het werk komen, ze er niks mis mee met geen enkele baan, maar dan, dan uh, word je niet intellectueel uitgedaagd, en als wij niet intellectueel worden uitgedaagd, nou, wat gebeurt het wel? Dan word je wel niet gelukkig, zit je nee. niet lekker in je vel, en op, lang natuurlijk heb je er ook nog heel veel last van? Hoewel, dat als je het wel met elkaar zegt, van nou één, iemand heeft het wel capaciteit en, en uh, voldoende vermogen om zich verder te ontwikkelen, dan maak je het wel met elkaar een maatwerkplan. Dan investeer je in de lacunes die zitten qua kennis, de deficienties wegwerken en dan heb je een slimme weg naar werk. En die slimme weg naar werk is duurzaam. En daar heeft de individu iets aan, maar ook de samenleving. Dat is precies wat ik zeg. Snel is niet altijd slim gaan er zometeen verder over. Maar Jan Sigali uit Almere is onderscheiden met de Comeniusprijs 2019. Ze is directeur van de Stichting UAF. Die ondersteuning biedt aan hoogopgeleide vluchtelingen. Daar spraken we net ook al over. Je hebt de prijs gekregen uh, eind maart in de Grote Kerk in Naarden. Hoe was dat? Nou, het was geweldig. Het was een hele mooie belevenis voor mij, voor mijn collega's. Veel deelnemers, heb ik echt nog steeds uh, mensen die het ook op reageren. En wat het wel mooi maakte, was een uh, combinatie van nou, het gebouw, dit echt gewoon indrukwekkend mooi is. Uh, nou, het uh, boodschap van uh, minister, ex-minister uh, Jet Bussemaker, uh, muziek. En, en het aandacht die er wel was voor het thema, zoals ik heb aan de orde heb gesteld. Ja, Je naam staat nu in een rijtje met, ik noemde al een paar namen: ja. Geert Mak, Herman Tjenk ja. Willink, um, helemaal van Rompuy, he? ja. de, de, de ja. oud-Europese uh, bestuurder. Ja. Uh, nou er zijn er nog wel meer namen: Louise Fresco. Dat ja. is toch wel een bijzonder rijtje om in, uh, in, je naam in terug te vinden. Ik voel me zeer vereerd om bij die uh, rij te horen, absoluut. En dan geeft het wel uh, naam. naast naam, bekendheid uh, en wat het prachtig is, ook een hele. Uh, hele mooie uh, verantwoordelijkheid uh, en ja. verantwoordelijkheidsgevoel... die ik het ook gewoon uh, wil omarmen. Hoe bedoel je dat? Uh, nou, uh, ik denk dat je die prijs krijgt omdat je het wel ook gewoon hebt. Ja, nou, een doel en een en, en, en missie, hoe je het ook noemt. En, en dat brengt het ook mij, uh, mij uh, tot het, uh, nog extra verantwoordelijkheid... om te zorgen dat het onderwerp goed geadresseerd wordt. Ja, wordt er wordt wel wat van je verwacht. Voel ja, goede druk inderdaad. Komt er een grotere druk ja, af? Ja, dat geeft niks. Het gaat er ook ergens over. Dus ik vind het wel ook fijn om die verantwoordelijkheid okay, dat, uh, te nemen. Ja, je vindt het wel oké, okay, dat gevoel past goed. Ja, ja. Ja, ja. Maar goed, ik heb je een paar keer geïnterviewd. Je bent helemaal niet zo iemand die heel graag op de voorgrond staat. Nou, niet als het om mezelf gaat. Dat maakt het wel ook die dag een beetje ongemakkelijk. <laughs> ik zie het wel op mijn foto's. En ik denk gewoon, ik wist het even niet zo echt wat ik met mijn handen moet doen. Maar om het wel... Podium te gebruiken om het thema waar ja. ik het echt in geloof te, te kunnen agenderen, adresseren. En daar ga ik er niet voor weglopen. Ja. Ja, maar het moet niet om mij draaien, dat vind ik het niet. Uh, nee. Ik ben niet centrale onderwerp. Nee. Je, je bent zelf ook uh, vanuit Iran naar Nederland uh, gekomen en hebt ja. een ondersteuning uh, gekregen van dezelfde stichting waar je ja. dus al ruim vijf jaar directeur uh, van uh, bent. Uh, heeft die ondersteuning jou ook geholpen om in Nederland een bestaan op te bouwen? Uh, nou, ik denk dat het wel het begin is, uh, noem ik het nog steeds: de toegang tot. Uh Vrijheid, want uh, met de uh, eerste ondersteuning van het UAF uh, die ik heb gekregen, kun ik een opleiding volgen. En dan met de opleiding kan je wel een mooie baan vinden. En met de baan kan je wel bijdragen leveren. Maar je kan het ook je kennis uh, steeds vergroten. Dus dat was eigenlijk essentieel? Dus dat, dat is het gewoon essentieel. Stel maar voor, zeg ik het ook altijd: van ik was het gekomen en ik had geen enkele mogelijkheid om te studeren. Nou, dan uh, misschien was ik er wel ook een hele goede huisvrouw. Naar hoogheid had ik er wel een uh, baan ergens gevonden. Maar dan had ik het nooit. Mij kunnen ontwikkelen en je eigen ontwikkeling staat het ook als een soort verplichting voor de samenleving. En ik had ook niet iets voor de samenleving kunnen betekenen. Ja, en hoe ben je uiteindelijk dan echt bij de UFA terechtgekomen? Bij UAF? Ja, sorry. Ja. Ja? Nou, ja, goed, ik heb uh, heel veel uh, banen gehad uh, in uh, altijd de uh, non-profit uh, sector, uh, jeugdzorg in Flevoland gewerkt, enzovoort. En ik was altijd uh, betrokken bij het UAF als uh, alumnus, uh, dus ik wilde ook gewoon bijdrage leveren. En op een of andere manier heb ik op een uh, moment gezien dat er wel een vacature bestaat, en toen dacht ik, dat is het wel eigenlijk de baan van mijn leven. Daarheen moet ik er ook uh, op solliciteren. Ik Wat kende wist, de organisatie. Ja. 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 ja, en ik wist het. Wel, en dus dat en ik ben ook begonnen met mijn uh, sollicitatiebrief van nou, vraag het maar niet wat het land voor je kan betekenen, maar wat ik voor het land kan betekenen, en dat was het wel eigenlijk wat het jij voor mij had betekend. Op deze manier wilde ik ook gewoon mijn bijdrage leveren. Ja, is het belangrijk dat het een ervaringsdeskundige op die plek zit, inderdaad? Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik denk dat er heel veel mensen zijn die het ook gewoon met, uh, uh, ja, met, met hun intellectuele, met de warme hart ook kunnen we op deze manier bijdragen. Maar wat ik merk, en dat vind ik ook heel in, belangrijk, had ik me niet gerealiseerd toen ik had gesolliciteerd, bewijs van spreken, dat uh, zo belangrijk is dat je het wel weet waar je het over hebt. En tegelijkertijd dat je een voorbeeldfunctie uh, geeft aan heel veel uh, van mensen die ja. ook zich verder ontwikkelen. Het kan, het kan. En dat zeggen ze ook gewoon. Nou, ik zie het ook gewoon mij in de toekomst. Ik zie het wel ook dat ik het wel ook kan, en dat geeft heel veel hoop en energie. Ja. ja over dat verder ontwikkelen, hè? want we zagen eerder deze week een vrijheidsinterview met je dat ook bij ons op televisie is uitgezonden. Daarin zei je eigenlijk dat onderwijs echt de sleutel is hè, om je kansen te vergroten en je talent te ontwikkelen. Je, te ontwikkelen. Hoe, hoe was het eigenlijk het onderwijs dat je zelf hebt gehad in Iran? Uh, Onderwijskwaliteit was het wel, uh, qua niveau was het hoog. Ik heb het, uh, mijn middelbare school afgerond. Uh, wegens mijn politieke betrokkenheid had ik geen toegang tot uh, hoger onderwijs. Nee, je bent uiteindelijk in de gevangenis terechtgekomen. Ik oh. ben in de gevangenis terechtgekomen. Daarna heb ik ook geprobeerd om toch toelating te doen uh, bij universiteiten. heb ik ook, eigenlijk was ik ook geslaagd, maar de toegang was mij uh, uh, ontzeggen. Ja. Uh, dus dat kon ik het niet doen. Uh, maar kwaliteit is hoog. Uh, het is ook uh, niet makkelijk om in Iran naar universiteiten toegelaten te worden. Dus ik heb mijn opleiding hier in Nederland uh, verder opgepakt. Maar Stel, ja, je, had, je had natuurlijk problemen met het regime daar. Maar had je daar op dezelfde manier kunnen ontwikkelen als hier, als dat niet het geval was geweest? Uh, nou, kijk, je kan niet ook. Uh, Onderwijs dan weer loszien van de context van uh, samenleving. Uh, Iran bevindt zich op dit moment nog steeds in een zeer. Uh, nou, dictatuur. Ja, het dus is een dictatuur zou ik het zeggen. Het is ja, wel een precies. islamitische uh, ja, systeem. Ja. Uh -huh. Dus dat zou het wel zeker zijn beperkingen hebben opgelegd. Maar wat je ook nog steeds ziet, dat er heel veel mensen zich verder ontwikkelen. Of ze het wel vrij uit kunnen houden. Meningen uiten en een uh, taak uitoefenen, dat betwijfel ik wel eens. Ja, ja, ja. Uh, en, en de situatie hier? Hè? Want, uh, nou, we hebben het zo pas eventjes gehad over de ondersteuning die je dus hier biedt aan de hoogopgeleide vluchtelingen. Er is natuurlijk ook wel een klimaat, dat hebben we ook even heel kort aangestipt, waarbij uh, ja, vluchtelingen toch vooral als, als ballast worden, worden beschouwd. Hoe zie jij eigenlijk de, de toekomst, de kansen voor hoogopgeleide vluchtelingen voor de komende tijd hier? Ik uh, zie op dit moment, en ik hoop dat het wel echt niet alleen. Uh, afhangt aan de uh, economische situatie. Ik zie dat het wel bedrijven wat meer openstaan voor... omdat ze de kennis nodig hebben. En ik hoop dat er wel echt een structureel uh, klimaat gaat ontstaan... dat we het wel kijken naar kennis en naar de mens... En eh, niet eh, als achtergrond. Ik denk dat we allemaal niet de keuze hebben gehad om te geboren te worden waar we wilden geboren zijn. Maar wel leven waar we leven. Dus dat is denk ik een hele belangrijke. En eh, ik zie het wel inderdaad. En ik ben er ook helemaal mee eens dat de verharding is in een politieke klimaat. Eh, het is of te rechts, het is of te links. Maar eh, ik zou het ook de dag van de arbeid willen gebruiken om te zeggen van... Nou, het is een prachtige... Uh, gedachtegoed om het wel een mens benaderen vanuit het perspectief uh, voor jezelf, voor het land, voor degene die het wel eigenlijk een mens is. En op deze manier kan je wel een bijdrage leveren. En niet alleen maar kijken van nou, uh, welk verdienmodel er wel eigenlijk ten grondslag ligt. Het, het is niks mis mee, maar dat moet niet het vertrekpunt zijn. Dat lijkt me een mooie slotwoord op deze 1e mei. Marjan Seigali uit Almere, winnaar van de Comeniusprijs 2019. Bedankt. Graag gedaan.